Welkom bij een nieuwe aflevering van Arnhem Spreekt. Er zijn steeds meer mensen die gebruik moeten maken van de voedselbank. Ik spreek met iemand van de voedselbank en ik vraag aan de Arnhemmers wat ze hiervan vinden. Wat vindt u ervan dat steeds meer mensen gebruik moeten maken van de voedselbank? Vind ik heel triest. Vind ik heel erg. Ja, ik vind dat de regering beter om hun mensen moet denken in Nederland. Voor zich vind ik het een schandaal dat we in een land waar, waar zoveel welvaart heerst, dat mensen aangewezen moeten zijn als in de dertiger jaren, want het is niet de eerste keer dat we een voedselbank hebben. In de geschiedenis heeft het al vaker laten zien. Maar nu zijn we weer in herhaling. Hè? Het is de bekende golfbeweging. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik heel erg. Hoor. Dat is, gelukkig heb ik er zelf, hoef ik er geen gebruik van te maken en zo. Maar ik vind het dan toch heel erg dat je toch niet hoeft helemaal geen de luxe, maar dat je niet de nodige dingen die je nodig hebt kunt kopen meer. Heel naar. Heel erg naar. En ik vind ook dat daar wel een oplossing voor moet gevonden worden. Alleen ik weet niet wat. Steeds meer mensen die moeten gebruik maken van de voedselbank. Hoe groot is die toename? Die toename is fors. Als je kijkt alleen al naar de laatste 4 maanden vorig jaar, dan is er een stijging in onze regio van zo'n 20%. En als je dit jaar kijkt, dan zit ook al een stijging van zo'n 7-8%. Dus dat betekent eigenlijk in 8 à 9 maanden zo'n groei van 25%. Dus dat is behoorlijk fors, vinden wij. Wanneer komt iemand in aanmerking voor een voedselpakket? Een gezin komt in aanmerking voor een voedselpakket als je praat over 1 volwassene, als er minder dan 180 euro per maand aan leefgeld overblijft. En leefgeld is dan geld waar je van moet leven, voor eten kopen, kleren kopen, al je sociale activiteiten. Het is een formule, dus voor een 2e volwassene gezin komt daar 60 euro bij en voor elk kind komt daar 50 euro bij. Dus het is een soort formule. Maar het betekent ook dat het dus echt alleen maar de allerarmsten in Nederland zijn. Je moet je realiseren dat we ongeveer 60.000 mensen op dit moment helpen in Nederland. Terwijl er meer dan 1 miljoen arme, volgens de definitie van het CBS, arme mensen in Nederland zijn. Dus we pakken alleen maar echt de onderkant van de mensen die in armoede leven. De voorraden die worden ook steeds minder bij de voedselbank. Hoe zouden we dat kunnen gaan oplossen? Misschien weer gaan verbouwen, net als vroeger. Ik vind dat mensen die genoeg hebben, iets wat willen afgeven. Nou ja, het is wel eens, hier heb ik ook wel eens standjes zien staan. Ik weet niet waar het van was. En dan kon je dan, als je wat gekocht had, kon je daar wat neerzetten en zo. Dat deed ik ook altijd aan mee. De grote ketens afgaan. En die moeten maar wat afgeven. Dat kan best wel, zoals Albert Heijn heeft geld zat. En ik vind, die kan best wel de verse groenten missen. Want er wordt ook heel wat weggegooid, vind ik. En want als je de dagen s'avonds laat kijkt, nou, ik weet zeker dat er heel wat verse groenten in de bakken ligt buiten. En dat kan best wel daar naartoe. De voorraden worden steeds minder. Hoe gaan jullie dat oplossen? Het is niet zo dat we minder producten binnenkrijgen, maar de groei van het aanbod stagneert. Terwijl de vraag behoorlijk stijgt. En daar zit dus het probleem. Wat wij proberen te doen op dit moment is opnieuw contact leggen met bedrijven. Om ze van te overtuigen dat voedsel wat zij weggooien, maar wat op zich nog prima consumeerbaar is, om dat voedsel naar de voedselbank te krijgen. Dus de afspraken die wij met supermarktketens vaak hebben, is de afspraak dat wij vanuit de distributiecentra beleverd krijgen. En bijvoorbeeld sinds een ruime jaar krijgen wij beleverd vanuit het distributiecentrum van Albert Heijn. We zijn op dit moment in gesprek met Jumbo, met C1000 enzovoort. Dus wat dat betreft begint ook langzaam maar zeker de supermarktketens waar we ons in eerste instantie niet op gericht hebben. We hebben ons in eerste instantie gericht op de producerende bedrijven, de groothandels. Maar ook de supermarktketens hebben de voedselbank inmiddels gevonden. Als mensen nou zouden willen helpen, hoe zou dat dan concreet kunnen? Want commercieel mag niet. Nee, de doelstelling van de voedselbank is tweeledig. Enerzijds het helpen van gezinnen met ondersteuning met een voedselpakket. En anderzijds het voorkomen van verspilling. Dat zorgt er ook voor dat we als voedselbank echt een bank zijn. We brengen vraag en aanbod bij elkaar. Op het moment dat wij zouden gaan meewerken als voedselbank aan bijvoorbeeld supermarktactie waarbij we het publiek vragen om een pak koffie extra te kopen voor de voedselbank en achter in de winkel in een doos voor de voedselbank te doen, ja, dan schieten we ons in ons eigen voet.
Want dan een volgende keer als zo'n supermarkt een partij over heeft, dan zullen ze zeggen van voedselbank, we gaan het niet zo geven, zullen we niet een winkelactie opzetten. En op die manier werken we dus niet mee als voedselbank aan commerciële acties. Mensen kunnen de voedselbank wel helpen, maar dan in de zin van om donateur te worden. Want los van het voedsel, waar we zeg maar ja, flink ons best doen om aan voedsel te komen, mensen kunnen ons eigenlijk vooral helpen met, om donateur te worden. En anderzijds, vooral iedereen die werkt bij een voedselproducerend bedrijf, om het management erop te wijzen van, goh, hebben wij geen spullen over die we anders weggooien, die nog wel goed consumeerbaar zijn, om dan contact te leggen met de voedselbank. Kunt u concreet even vertellen hoe je donateur kunt worden? Je kunt heel eenvoudig donateur worden. We hebben een website www.voedselbankarnhem.nl, dus zonder punten of streepjes erin. En daar vind je een button donateur worden en daar kun je online donateur worden.